Hallo, welkom bij 123e-learning. En geeft u een technisch probleem, dan helpen wij u vandaag verder met dit onderwerp. Amai, dit lijkt me geen eenvoudig onderwerp en we gaan het dus heel rustig bekijken. Je ziet hier een kring met een bron, een wisselspanningsbron. Je ziet dus op de linker oscilloscoop, een beetje zoals in Europa, 50 keer per seconde gaat de spanning op en neer. Een beetje verder staat een condensator, een eigenaardig onderdeel die zich gedraagt als een accu. En een zeer snelle accu, want die kan dus eigenlijk 50 keer per seconde ook laden en ontladen. En onderaan zie je dus een hele kleine weerstandswaarde die ik heb gebruikt om een ampèremeter te simuleren. De simulatie van die ampèremeter gaat naar de rechter oscilloscoop en wat daar gelijk opvalt, dat is dat die sinussen niet gelijk lopen. Wat eigenlijk vertaalt dat enerzijds op de linker oscilloscoop de spanning getoond wordt en dat dus blijkbaar de stroom niet gelijk loopt. Dus die loopt ergens voor of die loopt ergens achter in deze kring. En dan moeten we nu gaan uitzoeken wat deze reactie is en waarom dat dit ook gebeurt. Om dit mooi te kunnen aantonen ga ik naar een andere simulator waar ik de situatie van 0 kan laten starten. En hier zie je fantastisch mooi hoe dat dus de sinus naar beneden gaat van de bron. En dat uiteindelijk de condensator zegt, ah, jij hebt te weinig elektronen, dus geen probleem, ik heb er te veel. En ik lever onmiddellijk heel wat stroom. En bijna zelfs op kortsluitniveau, want je ziet dus dat hij heel steil omhoog gaat in de eerste fase, de hele lijn dus. En dat dus bijna lijkt alsof dat een kortsluiting is. Eenmaal dat de sinus helemaal beneden is aangekomen en dat hij dus totaal zijn minste aantal elektronen had, dan zal je zien dat bij de kruising een bepaald moment we een wisselwerking krijgen, waarbij dat nu de condensator zal zeggen van oké, jij wordt nu sterker, jij krijgt dus veel meer elektriciteit en dat betekent dat ik mij ook kan gaan laden en dat ik ook daar kan gaan compenseren met mijn negatieve kant. Dus nu heeft de condensator tekort en gaat die elektriciteit gaan halen bij de bron. Eenmaal dat de bron op zijn maximale waarde gekomen is en zolang dat die boven die waarde van de condensator blijft, blijft die condensator laden. Die is zich bezig aan het opladen, dat zien we ook bovenaan met het groen. En eenmaal dat hij kruist terug, dan op dat moment heeft de bron minder kracht dan de condensator. En de condensator kan het nu overnemen. En die zegt, oké, jij kan nu eventjes niet voldoende energie leveren, nu zal ik die energie gaan leveren. Ook hier zie je opnieuw dus dat die condensator op dat moment begint te ontladen, dus dat die stroom begint ook af te nemen. En intussen wordt hij ook naar beneden getrokken door de bron. Dus hij is eigenlijk aan het leveren. Het moment dat we weer op die kruising gaan passeren, het is dus altijd die kruising die heel belangrijk is, dus op dit moment zie je dat onze sinus van de bron helemaal negatief staat en dat dus ook de condensator geholpen heeft tot zover. Dan zie je nu het omgekeerde gebeuren, dus we kruisen terug, de bron krijgt meer kracht, krijgt meer elektriciteit en daar zal nu de condensator van profiteren. Die zal zeggen van oké, jij hebt meer energie, dus met andere woorden, ik ga nu gaan opladen. En je ziet dus mooi die curve, van die hele curve zie je dus mooi terug naar boven stijgen. Zie je mooi meegaan, waarbij dat de condensator zich nu aan het laden is. Dat zie je trouwens bovenaan met het groene lijntje, zie je mooi dat de elektriciteit in de condensator geraakt. En dit zal gebeuren totdat die volledig vol zit. En als die volledig vol zit, op dat ogenblik, dan wordt het daar volledig rood. Dus dan is die op zijn maximum geladen. En dan zal je zien dat hij net het omgekeerde weer gaat gaan doen. Dan gaat hij dus ook weer opnieuw de bron gaan ondersteunen. Door die reactie van telkens malen die bron te gaan ondersteunen en eigenlijk te gaan denken vanuit het standpunt van de condensator van oei, dat is hier een kortsluiting, want eigenlijk moet ik gaan leveren en ik heb hier geen tegenwerking. Ik kan volledig alles leveren wat ik maar kan leveren, dus dat is eigenlijk een kortsluiting. Dan zie je dus dat dat zo snel gaat, zoals bij onze beginfase, waarbij dat je dus ziet dat die curve enorm snel omhoog gaat. Dan zie je daar dat werkelijk de condensator zo snel gaat gaan werken dat hij met zijn stroom gaat gaan voorijlen op de spanning. In de ideale situatie zou dat 90 graden zijn dat hij voorijlt. Dus 1/4 van de sinus gaat hij letterlijk gaan voorlopen. In werkelijkheid zal dat zo niet zijn, want er zit altijd een klein beetje weerstand in het circuit, waardoor dat het laden en ontladen een beetje vertraagd wordt. En bijgevolg dat ook uw condensator niet zo ver kan gaan voorijlen. Wij kunnen dit principe bijvoorbeeld gebruiken om een motor monofasig te laten aanlopen en dus met 2 wikkelingen te werken. 1 de hoofdwikkeling die de motor effectief doet draaien en 2 de hulpwikkeling die dus in dit geval met een condensator een klein beetje voorgetrokken wordt, waardoor dat hij iets sneller het magnetisch veld van de motor maakt en zorgt dat de motor een bepaalde richting kiest. Zo, ik hoop dat het een beetje duidelijk was en dat u begrepen hebt waarom dat stroom wel degelijk kan voorlopen op spanning. Zo, hebben we weer wat bijgeleerd? Fantastisch. Dan vraag ik u, druk even op de subscribe-button. En natuurlijk, je mag je ook onderaan wat leuke commentaar nalaten. Alvast bedankt.